Dat is allemaal ontstaan een tijdje geleden. Ik weet nog goed, hè, in juni kwamen mijn ouders naar me toe en zeiden we gaan het huis verkopen. Het was dus wat hij het wilde, David? Ja, he. Is het nog een beetje recht he, naar je gedacht? Nog een beetje stof opdoen. Dat is perfect, hè? He. Ah, het zou perfect zijn. Wauw. Ik kreeg een compliment van mijn eigen zoon. Wauw. Dat is voor de heilige... De patroonheilige van... Joseph. De timmerluiden. Die ga je wel meepakken, zeker naar huis. Naar haar doe je, ja. Wat ga je hem zeggen? Nog geen idee. Ik moet een plaatje vrijmaken, dat komt zeker in orde. Jezelf. Allee, kijk, voilà. En hier ook. Maar dan had ik het voorzichtjes verschuiven, misschien. Ja. Voilà, en nu de patroon heilig erop. Ga je erachter? Ja. Ja. Kijk, daar is hij. Ja, dat is goed, hè. Die krijgen we onderuit, hè? Ja. Hup, volgende. Ik kan hier nog een stift zijn, goed. En zie je dan nog open zitten voor al die kruipers? Ja, allemaal bende bijna. Wacht maar tot hij nieuw is. Ik ga toch ook aan mijn... Ik ga toch ook aan. Oei. Ben ik gewoon maar bezig. Ik vind dat wel plezant, maar ik ga naar alle richtingen. Nee. Ik vind dat wel, ja, het is het oneindige eigenlijk. Hè. In juni ben ik begonnen en ik kan eigenlijk al mijn schetsen hier op het plafond hangen. En eigenlijk is dat een combinatie van wat je hier nu ziet. Dus ja, hoe moet je dat nu zeggen? Ik vind dat moeilijk voor u te leggen. Dat, ja, die mensen die heel goed zijn en gedichten maken en zo, en woorden aan elkaar. Ja, ik ben blijkbaar goed in lijn aan elkaar vloeien en maken dat die een heel is. En dat is door veel te oefenen. Hè. En hier ben ik nu gewoon bezig en dat ziet er wel heel rap uit, maar ja, hoe moet ik het zeggen? Het is niet zo simpel dat je het ziet gebeuren. Mijn slaapkamer. Hier ik heb ik 20 jaar ja, geleefd, geslapen en getekend. Dat is hier in mijn bureau nog van vroeger. En ik heb het meegedaan eigenlijk in een heel concept voor de tentoonstelling. Dus hier is eigenlijk een lijn ontstaan op dit bureau. En ik heb het een beetje doen uitvloeien, dat plafond naartoe. Dat is eigenlijk een werk dat ik dan ook bewerkt heb en de lijn gaan eigenlijk mee in het interieur met het volledige. Dus en dan kun je het heel die ruimte ook inkleuren en het gaat er dan zo uitzien met de wegens tijd. En ook met zelfs toch gaan afsmijden dat huis ga ik hier niet aan mijn teken aan steken. Dat is hier de kamer van mijn broer. Dat ik het volledig in zwart geschilderd heb. Dat is een keer iets anders. En dan ga ik een spotje eronder zetten voor dat relief eigenlijk beter te doen uitkomen. Dat relief is eigenlijk ontstaan met puntje per puntje op die doek te schilderen. En dan heb ik ook mijn dochtertje in het werk gezet. Maar je kunt het niet goed zien. De belichting is nog niet klaar. En heeft ze ook een werkje gemaakt in dezelfde kleuren. En ook met zo'n spuitzakje geprobeerd. Het was niet gemakkelijk, maar ze is maar een jaar na vanochtend.
Dus dat is wel logisch, hè? Ik vind dat wel ook wel artistiek. Als het huis afgebroken is, ga ik wel even zo stilstaan zo van amai, dan pas zie je zo al je jeugdherinneringen en je werk dat je erin stond zo voorbij gaan, maar ja, ik weet niet, ik kom me wel misschien iets slecht voelen, maar zolang dat nog inspiratie heb en dat ik me er goed bij voel, ja, ga ik dat zeker blijven doordoen, hè. Ja, als je nu al ziet hoeveel reacties er nu al op komen, ja, dan ga je zeker dan ga ik zeker nog wel andere dingen. Ik zit nog met veel in mijn hoofd. Mijn vrouw zei: amai, als je het allemaal gaat uitvoeren wat je nog allemaal wilt doen, dan moet je 3 keer zo lang leven. De lijnen van mijn handen zijn in dit huis ontstaan. Stenen slaan, generaties schade, voordat ze plaats moeten maken voor andere stenen. En soms gaan mijn dromen hier nog steeds een eigen leven leiden, zoals de voetstappen van mijn dochter die op zoek gaat naar de mijne. Het waardevolle kan slechts bestaan omdat het voorbij gaat. Stel je voor dat muren altijd raar toch blijven bestaan. Hoe wrang zou de verveling wat raar gaan smaken en vooral hoe zouden dan nog nieuwe dromen ontstaan?